tempo direct. Jori aan bal. Weer screen te zetten, goed inside. En een middel dunk van Lazar. Goed, goede help van Lazar. Oké. Het onderdoel wordt geblokt van White. Niban. Oei, ik ben goed. Weinig help. Moeilijk te helpen aan twee man spel op de vleugel. Oei, te makkelijk. Time-out voor, was nodig. Goede verdediging. Goede help. Oké. Ja, verdediging. Ja, vandaar 3 punten. Ja, schijnbeweging en wacht voor de schijnbeweging. En nu gemakkelijk het doel onder de doel. Minder afstand een beetje nodig, mindere shotter Augustas. Moet ook niet, ja, high-low. Valt hoog en in laag. Dan moet er aan penetratie gewerkt worden. Ja, goede shot van Dorian. Goede pas, goede pas. Goed. Goede spin move, oké. Oké, achter. Goed. Goede pas. Goed. Pas van Sieben, dat ziet er duidelijk. Goed, Sieben. Ja, 3 punten van Dorian. We staan op 10 punten. Goed. Goed. Goed defense, goede help. Goed. Ja, goed iets geven. Dat is ook de betere shot van de ploeg, White. Goed. Even naar de zone, elke keer. Oeh, wat doet hij? Goed. 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 De man inside. En bewegen blijven allemaal stilstaan. Dat was geluk. Twee man spelen goede. Oei. Ja, dat is te gemakkelijk. Ze doen. Oké. Goed. Goeie pas. Mooi. Goede play van Dorian. Oeh, weer moving screen. Goed, goede pas door, goede steal door, Jan. Oeh. Minder. Tweede. Ja. Screen, screen down. Probeer screen te zetten. Ja, zeer goede pas van Domingo Brie. Oké, goed. Ai, Budgie stond volledig vrij. Oh, is te laat. Weer boxing out vergeten, maar jongens, mooi. Jump stop en naar boven. Moet er binnen zijn. Zit goed contact gesteld. De shot wil doen met bord. Mooi. Altijd zelden inside en pas. Hallo. 1-2-2 zonder nu 3-2. Moment, voilà. Ik wou zeggen, nu is de setting er inside aan. Mooi. Oeh, je moet volledig door. Goed. En een steal. Goed.
twee pasvallen, drie glasbakken. Gaan ze helpen in die zone. Hup. Bewegen. Ja. Goed plan. Ja, bedoel ik hè, met die jumpstep dat je moet werken. Nee. Mooi. Zwak verdedigen. Twee spelers tegen elkaar. Goeie pas. Oeh. Ah, ja. Op twee man spelen op de vleugel, moeilijk om help te bieden. En Papi ramt erin. Oeh, jongens, toch moet Dorian moeten. Vlugger in help komen en te laat. Is die lopen? Komen ook langzaam dichter. Nog geen driepunter gemankeerd, 4 op 4 driepunters. Schitterende move van Glenn weer. 4 punten. Dus die balans. Een paar goede passen. Goed. Goed inside. Weer de plaats is ook spijtig goed te zeggen, maar ook dit speelt altijd zijn wedstrijd goed klein. Ai, goed defense, dat bedoel ik. Hij is altijd verdedigend goed, zit altijd druk. Ja.